Ja, in die zin gebeurde er eigenlijk helemaal niet zoveel dit weekend. Want ik vond eigenlijk alle drie de topploegen behoorlijk teleurstellend. Waarbij PSV het nog het meest in cijfers heeft weten uit te drukken. Maar het veldspel van alle drie viel me niet mee. Ik geloof wel heel erg dat bijvoorbeeld als dat gat kleiner wordt dan 5 punten... en het is dan Ajax Feyenoord op een gegeven moment, dan gaan ze eraan, denk ik. En je merkt gewoon aan alles dat het vertrouwen gewoon begint te groeien. En dat heeft Feyenoord natuurlijk al iets langer. Als je gisteren niet gewonnen had, dan had komen ze klaar geweest, toch? Inderdaad. Want ben je dan ook een speler die zegt, joh Jorrit, kom, we gaan even een bakkie doen, even erover praten? Oh ja, zeker. En dat... Kijk, onderling gaan we gewoon goed met elkaar. En ja, iedereen wil spelen, maar er zijn maar 11 plekken. En dat is soms wel lastig om te accepteren. Gisteren en de vorige keer dat we een penalty kregen ook, ging het stadion los en riep mijn naam. Maar... Wel zo benagel? Nee. Maar stel, je zou er een moeten nemen. Denk jij dat jij zo'n goede traptechniek hebt en zoveel kennis van penalties nemen en tegenhouden dat je hem binnen zou schieten? Jawel, ik denk dat ik wel een penalty kan scoren. En nu is Jeroen op een gegeven moment, terwijl inderdaad iedereen dacht dat hij gewoon de eerste keeper zou zijn, valt er dan ook weer buiten. Maar eigenlijk, ik vind dat het op dit moment er helemaal geen discussie zou mogen zijn zelfs. Ja, volgens mij, jullie hebben hem aangepast of niet? Omdat ik de eerste ronde niet wist, heb je dit is al gisteren gemaakt hoor. Okay, absoluut. Okay. Het instapniveau heb je gewoon overgeslagen, zo kun je het zien. Ja, eerlijk gezegd vier ik nooit echt carnaval. Dus ik denk dat ik wel een keertje mee moet doen. En ik zou niet weten wat ik zou gaan. Nou, ik kijk hier Jeroen Zoet, Eindhoven. Ervaringsdeskundige. Heb je nog tips voor hem? Ja, misschien een pakje aantrekken, spikes en een shirtje van Usain Bolt. Kijk, zo worden de beste geboren. De Anelka-factor, daar ben ik toch ook nog wel benieuwd naar. Hoe ver gaat zijn bemoeienis? Of hoe ver gaat dat niet richting jullie als spelers? Om één keer heb ik hem gezien, heb ik hem ontmoet. En oh ja, trouwens 2 keer, want ik zit in het hotel, toen zag ik hem daar toevallig. Toen zei hij, hey Gilano. Ja, ik weet niet of hij me herkent hoor. Jullie bedankt voor het kijken. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat alsjeblieft eventjes. En heel veel FC Afkeken deze week op het internet. Graag tot een volgende keer.